Ik ga voorlezen naar het boek Strijd in het regenwoud. Het is geschreven door Robin Raven en de illustraties zijn van Irene Goede. De hoofdpersoon is Ruben, hij is 10 jaar. Hij heeft een Indonesische vriend, die heet Karto. In het dorp van Karto woont Ular, dat is een wijze oude man. Er zijn een paar moeilijke woorden in het Indonesisch die ik nu vertaal. Sarong, dat is Indonesisch voor omslagdoek. Badik is Indonesisch voor een mes. Kampong, dat is Indonesisch voor een dorp op een plantage waar ze rijst verbouwen. En plopper en rampokker zijn scheldwoorden van de Nederlandse soldaten en de Indiërs. Het verhaal speelt zich af in 1947. Ruben, dat is de zoon van een Nederlandse officier die na de zoveelste ruzie met zijn vader is weggelopen. Hij gaat samen met zijn vriend Karto het oerwoud in, maar ze verdwalen als het volgende zich voordoet. Er klonk een knal en een lichtkogel sneed de hemel in tweeën. Een fel licht straalde als een reusachtige schijnwerper over de jungle. Het verschrikkelijke licht maakte geen geluid. Ik keek omhoog en kneep mijn ogen samen. De jacht is geopend, sist Ular, en wij zijn de prooi. Hij spuugde op de grond en trok zijn badik. We liepen snel verder. De eerste tijd gebeurde er niets. Geen stemmen, geen schoten of andere geluiden. Zelfs de dieren zwegen. Het was de stilte voor de storm, ik wist het zeker. Ineens stapte de aap met lopen. Hij keek om zich heen en klom in een boom. Doorlopen, beval Karto. Ze komen dichterbij. Maar het was al te laat. Een soldaat sprong uit de bosjes. Zijn gezicht was zwart gemaakt, maar ik zag onmiddellijk dat het Jan was. Achter hem verscheen Beer. Stop, riep Jan. Hij richtte zijn geweer op Ular, die zijn balik op de grond gooide en zijn handen voor de borst vouwde. Niet schieten, riep hij. Apoen, genade, niet schieten. Handen omhoog, plopper, schreeuwde Beer. Toen zag hij mij. De jongen is hier, deze kant op, we hebben hem. Ular kromde zijn rug en zakte naar de grond. Alsjeblieft, heren, smeekte hij. Ampoen, doe mij niets, ik hoor er niet bij. Ik werd gedwongen. Neem de jongen en laat mij leven, ik smeek u. Ik keek hem verbijsterd aan. Waar was zijn trots gebleven? Zo kende ik hem niet. Hoor die lafbek om genade smeken, zei Jan lachend. Ouwe gek. Hij rukte Ula's overhemd open. Op zijn borst zat een tatoeage, een orchidee. Jan zag het ook. Kijk, zei hij schor. Het teken van de orchidee, hij hoort er ook bij. Trek je kleren uit, rampokker, snauwde Beer en hij richtte zijn geweer op Ular. Hij aarzelde een seconde, maar begon toen langzaam zijn overhemd los te knopen. Op zijn borst zaten overal zwarte lijnen. Eentje liep zelfs van zijn oksel tot zijn heup. Het waren littekens. Ik kreeg het ijskoud en hapte naar adem. In een flits voelde ik wat er nu ging gebeuren. Ze gingen hem afmaken, hier vlak voor mijn ogen. Ular had zijn rust hervonden. Hij keek de soldaten aan en maakte zijn sarong los, zodat hij naakt voor hen zat. Geen wapens, siste Jan. Hij stapte naar voren en sloeg de oude man met de kop van zijn geweer tegen de grond. Ular kronkelde heen en weer en jammerde als een baby. Apoen, heren, genade, ik smeek u. Het was een verschrikkelijk gezicht. Ik zag de angst in Ula's ogen, alsof hij wist wat hem te wachten stond. En ik wilde wegkijken, maar mijn blik was zelfs bevroren. Toen gebeurde het. In het schijnsel van de maan en de lichtkogel verschenen er allemaal rode vlekken op het ineengedoken lichaam. Ula werd kleiner, smaller. Hij kromp, alsof de aarde hem opzoog.